Dan ga ik beginnen met deze puzzel. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag. Ik ging zeggen maandag. Waarom ik niet zeggen maandag? Vandaag moet ik wel werken. Maar ik kom op tijd naar huis. Dus dan kan ik nog vloggen wat ik thuis doe. Ik vind het altijd moeilijk om zo werkdagen en half te vloggen. Cute. Zo, mijn bed is nog eens opgemaakt. De tegenstelling tot wat ik zou willen, doe ik dat niet iedere dag. Maar ja, wat heb ik daar nu van tijd mee verloren? Een minuutje of zo, of twee. Bijvoorbeeld, doe dit elke dag. Note to yourself. Trolley! De puzzels die ik gekregen heb in bruikleen zitten in deze zak. Ik ga meteen tonen aan jullie welke ze zijn. De eerste puzzel is van het merk Jumbo, noemt Zondagsrijders. En is eigenlijk een puzzel die je niet zo moet maken, maar in het standpunt van dit paard. Dus eigenlijk is dit helemaal niet wat je puzzelt. Puzzelt en dat is die mevrouw bijvoorbeeld. Dit is een van 500 stukken en daar ben ik wel blij mee, want ik denk dat ik er al genoeg op zal voegen. En de tweede puzzel die ik heb geleend is deze puzzel. Deze is van Goliath. Is eco-friendly blijkbaar. Hij heeft 1000 stukjes en heeft allemaal patertjes. That's life. Ik heb wel geen enkel idee wat het is. Weet jullie het? Nog eens een bad met een van mijn productjes van Lush. Want de laatste tijd ga ik precies alleen maar in de douche. Waarschijnlijk gewoon omdat dat sneller gaat. Ik had eventjes mijn raam opengezet. Nu ga ik die toedoen. Gordijntje. Want ik kan echt niet slapen met licht. Misschien is dat dan ook wel de tip voor mij, gewoon mijn raam open laten 's nachts. Omdat ik dan vroeger zou opstaan. Ik ben trouwens Harry Potter Mystery aan het spelen. En ik ben met die rode boeken aan het sparen voor een boottruck ook. Op dit moment heb ik dit veetje. Ik heb een Niffler.
gedaan. Ik heb deze soort berggeitachtig. En dit is een porlok. Nog even een hoofdstuk lezen in dit boek, want ik ben echt verslaafd. Dit is zo leuk geschreven. Het boek gaat trouwens over een meisje die sinds haar accident geheugenverlies heeft. En ze kan altijd maar van 's morgens tot 's avonds herinneren. En de volgende dag is ze alles weer kwijt. Dus elke morgen weet ze niet bij wie dat ze wakker komt en in welk huis dat ze is. En eigenlijk, soms denkt ze dat ze kind is, soms denkt ze dat ze tiener is, soms denkt ze dat ze volwassen is als ze 's morgens opstaat. En haar psychiater of haar therapeut heeft haar aangeraden om een soort dagboek bij te houden. En daarin schrijft ze elke dag wat ze heeft gedaan en wat dat ze heeft herinnerd. Want ze herinnert haar soms ook vlaggen van dingen. En het is eigenlijk dat we lezen. Maar ik schrijf er nog een uitgebreide boekreview over als ik hem heb uitgelezen. Dat is echt de moeite. Ik heb veel te lang in mijn boek gelezen, maar nu ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Doedels!